Dat is niet alleen voor ons hoor, dat is ook voor de pubers. Dus altijd zijn ze daar heel eerlijk over van, ja, deze lader zitten alle condooms in. Dus als je naar een ander iemand toe gaat, naar een meid, voor Julia dan naar een jongen toe, dan neem er dan maar eentje gewoon mee. Door de hoge inflatie wordt de koopkracht dit jaar alleen maar lager. En veel mensen krijgen steeds meer moeite om rond te komen. Maar hoe zit dat als je een groot gezin hebt? Met niet 2 of 3, maar 8 kinderen. Hi. Ik ben Annemarie Geerts, ik ben 46 jaar, ik heb 8 kinderen. De oudste die is Jim, die is 22 jaar. Dan heb ik Sam, die is 20 jaar. Dan hebben we Jul, die is 18. Dan komt Guus, die is 13. Dan hebben we daaronder hebben we de tweeling, Sarah Suus, die zijn 8. Dan krijgen we Jetje, die is 5. Onder Jetje er komt Lotje en die is 1 jaar. Volgens mij heb ik ze nou allemaal. Hallo! Die werkt. Ik moet er altijd een beetje zelf ook om lachen, maar ik wilde eigenlijk geen kinderen. Maar voordat ik werd per ongeluk zwanger van de oudste. En daarna kwam nummer 2, 3. En al heel snel vonden we het eigenlijk wel zo leuk. Toen gingen we voor nummer 4. En dat was nog leuker. Toen gingen we voor nummer 5, maar dat werd 5, 6. En voor ik het wist had ik nummer 7 en 8 ook in de pocket. Dus voor ik het wist had ik 8 kinderen. Als oudste vind ik het wel fijn eigenlijk, want ik... Ja, je hebt natuurlijk wel, je moet wel voor iedereen de weg openmaken. Maar ik ben nu wel als eerste natuurlijk het huis uit. En gewoon lekker de vrijheid. En ik heb alle kinderen eigenlijk meegemaakt als klein. Leuk dat je dan steeds kan spelen met mensen. En dan hoef je niet niks te doen. Het grootste voordeel van een groot gezin is echt wel de gezelligheid. En we hebben gewoon een bepaalde gezinsdynamiek. Waardoor de dingen gewoon eigenlijk altijd... je weet nooit wat er gebeurt op een dag. Maar het is wel zo dat we er voor elkaar zijn en we zijn echt een team met elkaar. Dus dat is, ik vind dat gewoon heel gaaf om dat te zien. Dus dat is echt wel het grote voordeel van een groot gezin. Dus ik zeg ook altijd, als je het gezellig thuis wil hebben, neem gewoon nog wat meer kinderen. Want dan komt die gezelligheid komt vanzelf. En het grootste nadeel van een groot gezin, het kost gewoon een hoop. En het kost een hoop energie om alles te regelen en om alles voor elkaar te krijgen. Het is qua financiën is het ook niet... Ook niet goedkoop, zullen we maar zeggen. Ja, bijna 500 euro. Je merkt echt wel dat er wat bovenop is gekomen de afgelopen 2 jaar. Ja, ik denk dat het wel zeker 80 euro meer is dan dat ik normaal kwijt was. Dat is niet alleen voor ons hoor, dat is ook voor de pubers. We hebben gewoon een laadje in de badkamer, daar pakt iedereen gewoon uit. Nee, seks is bij ons geen taboe onderwerp. Nee. Nee. Dus altijd zijn ze daar heel eerlijk over van, deze lader zitten alle condooms in. Dus als je naar een ander iemand toe gaat, naar een meid, voor Julia dan naar een jongen toe, dan neem er dan maar eentje gewoon mee. Ik tel ze niet, zeg ik altijd tegen de kinderen. En ik heb liever dat ze gebruiken als dat ze ze niet gebruiken, zullen we maar zeggen. We proberen wel 1 keer per week vegetarisch te eten, of meestal lukt het 2 keer. Op zaterdag ook nog een keertje, maar dat is bijna niet te betalen om alles biologisch of scharrel. Als de boodschappen zijn geweest, dan is het een soort Tetris, dan probeer ik alles erin te stoppen. En uiteindelijk, het lukt, want meer kan ik eigenlijk ook niet kwijt. Dus ik zou eigenlijk nog een tweede koelkast moeten, maar we redden het nog tot nu toe. Het mag dan vaak heel gezellig zijn, toch is niet iedereen even enthousiast en zou Annemarie baarschaamte moeten hebben. Ja, zeker in deze tijd. Het is gewoon eigenlijk niet oké, hè, dat je 8 kinderen hebt. Zeker voor milieutechnisch aspect is het gewoon... mensen vragen zich echt af, nu 8 kinderen, kies je daar bewust voor in deze tijd? Ja, dat vinden mensen toch wel een beetje raar. Dus die baarschaamte is er zeker. Toevallig hadden we het net over de boodschappen, maar dat is de laatste keer dat ik het echt ook bewust heb meegemaakt. Dat de man van de Albert Heijn hier voor de deur stond en dat hij zei, jeetje, wat een hoop boodschappen, is het een kinderdagverblijf? Toen zei ik, nee, ik heb gewoon heel veel kinderen, ik heb er 8. Toen zei hij, jeetje, en dat in deze tijd. Dus dat had ik eigenlijk, iedereen zei altijd van, jeetje, wat leuk, 8 kinderen en zal wel druk zijn, maar nu zei hij... Jeetje, 8 kinderen en dat in deze tijd. Dat was voor mij echt wel zo'n omslagpunt dat ik dacht, jeetje, ik zou me dus moeten gaan schamen omdat ik zoveel kinderen heb. En dat ze zich er niet zo voor schaamt, blijkt uit haar Instagram-kanaal, waar Annemarie als influencermama haar 65.000 volgers meeneemt in de dagelijkse beslommeringen. Ja. Ik ben influencer, ik vind het echt een rot woord. Dat is wel wat ik ben en ik geef mensen een inkijkje in ons gezinsleven en ik laat zien alle vooroordelen die eraan een groot gezin hangen, dat dat eigenlijk niet zo hoeft te zijn. Het is er wel, maar
Er zijn ook gewoon gezinnen die heel normaal functioneren. En ik functioneer net zo goed als een gezin met 2 of 3 kinderen. Vooral de tafelscènes worden goed bekeken. Dus als al die kinderen, dus als we met z'n 13 aan tafel zitten, dus alle kinderen en kleinkinderen, dat vinden mensen gewoon heel erg leuk om dat te zien, hoe dat dan gaat. Want zo vaak heb je geen kijkje in een groot gezin, want het komt gewoon bijna niet zoveel meer voor. En mensen vinden dat heel erg leuk. Dus ik heb op dit moment 65.000 volgers en het wordt de hele dag door wordt het heel goed bekeken. Dus schijnbaar vinden mensen het ook echt heel erg leuk.